Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 6.20 vanochtend kunnen we zien dat een groot deel van het land te maken had met brede opklaringen. Over het noordoosten trokken wat meer wolken en daar valt ook vanochtend nog een lokale bui. Maar de rest van de dag zal het op de meeste plaatsen gewoon droog zijn. Daarbij schijnt de zon flink, ook wat stapelwolken die gaan ontstaan en misschien een paar wolkenvelden die overtrekken. Maar zoals gezegd blijft het droog en wordt het 16 tot 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Ook vanavond zijn de brede opklaringen, zo halverwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 17 en dan waait een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen beginnen we in eerste instantie met een oostelijke wind en dan schijnt de zon flink. In de loop van de dag draait de wind in de westelijke provincies waarschijnlijk naar het westen tot noordwesten en brengt dan wat verkoeling op de stranden. Het wordt 21 tot 24 graden en het blijft overal droog. Ook zondag en maandag is het droog, waarbij de temperatuur nog verder omhoog gaat. Zondag wordt het regionaal zomers met 25 of 26 graden, en maandag zelfs tropisch met 28 tot 31 graden. Op dinsdag gaan er regen- en onweersbuien vallen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl